Kanker is nog altijd een ziekte waar mensen weinig over praten. 4 februari is door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, uitgeroepen tot Wereldkankerdag. Dan wordt er wereldwijd stilgestaan bij de invloed en gevolgen van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker en dat van naasten of nabestaanden te onderstrepen. Wat is kanker precies? Van diagnostiek, prognose tot het behandelplan. In een breedvoerig gesprek met de communicatiedienst Suriname geeft internist-oncoloog Jim Loor, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, antwoord op diepgaande vragen. Kanker is een ongecontroleerde deling van cellen. Waarbij er een chaotische toestand ontstaat en die cellen die alsmaar aan het delen zijn en niet ophouden, dat doen ten koste van andere cellen in hun omgeving of in het orgaan waar dat gebeurt. Het is normaal dat cellen delen, want in ons lichaam is het zo dat er aldoor kleine dingetjes misgaan, dat er dingen hersteld moeten worden enzovoort. Dat is een deel van het leven, dus cellen moeten kunnen delen. Wanneer dingen oud zijn geworden, niet meer zo goed werken, dan moeten ze vervangen worden. En dan worden er nieuwe cellen gemaakt en die oude worden vervangen. De celdeling is iets normaals. Bij kanker is het echter zo dat één cel die begint te delen en die luistert niet meer naar de signalen van zijn omgeving. Hij blijft delen en zich uitbreiden enzovoort. En dat allemaal ten koste van zijn omgeving. Trekt voeding van zijn omgeving, vernietigt dingen om zich heen, duwt dingen uit elkaar of infiltreert in andere delen. Dus groeit door andere delen heen en maakt allerlei dingen kapot. Dat is de essentie van kanker. Daarnaast is het zo dat kanker vaak de neiging heeft om niet daar te blijven waar het is ontstaan, maar om zich ook uit te breiden naar andere plekken in het lichaam. Dat noemen we uitzaaien. Dat is basically wat kanker is. Dus je kan niet een algemeen antwoord geven op hoe ernstig kanker is, want het hangt ervan af over welke kanker je praat. Er zijn vele soorten van kanker. Dus bijvoorbeeld huidkanker, lipkanker, neuskanker, tongkanker, noem maar op. Zo in elk orgaan van je lichaam kan er kanker ontstaan. En niet alle soorten kanker gedragen zich op dezelfde manier. Sommige kankers worden bijna altijd genezen. En andere soorten kankers worden bijna nooit genezen. Dus er is veel variatie in hoe kanker zich gedraagt aan de hand van waar het is ontstaan. En natuurlijk ook of het is uitgebreid of niet. Want als een kanker zich eenmaal heeft uitgezaaid naar andere plekken, is het meestal, dus echt in de meeste gevallen, niet meer te genezen. Terwijl kanker die nog op de plek is waar het is ontstaan, die is in veel gevallen wel te genezen met een goede behandeling. Een van de kankers met een hele slechte reputatie, om het zo te zeggen, die met een hele slechte overlevingskans is alvleesklierkanker. Dat komt niet zo veel voor, hoewel we wereldwijd dat zien toenemen. Het komt steeds meer voor, maar het is niet iets wat je elke dag ziet, laten we het zo zeggen. Maar als je alvleesklierkanker hebt, zijn je overlevingskansen slecht. Een andere soort van kanker die ook bekend staat om een nogal slechte prognose. Prognose betekent genezingskans, overlevingskans. Is slokdarmkanker. Ook dat is iets wat we niet heel veel zien in Suriname, gelukkig. Maar dat zijn bijvoorbeeld twee kankersoorten die niet zo'n beste prognose hebben. Kanker heeft in het algemeen geen specifieke symptomen. Dus waarvan als je dat hebt, betekent dat je kanker hebt. En dat maakt vaak dat het moeilijk is om te weten wanneer een symptoom
of een klacht van iemand wijst op kanker of een of andere onschuldige aandoening. Want vaak is er heel veel overlap daar. Dus het is niet zo te zeggen dat je kan zeggen dat een bepaalde symptomen die wijzen op kanker. Jammer genoeg niet, want dat zou ons werk veel makkelijker maken. En dan zouden we het ook veel sneller ontdekken en mensen beter kunnen behandelen. Dat is in de praktijk dus niet zo. Er zijn wel een aantal dingen waar mensen op moeten letten. Want als je die dingen waarneemt, dan zou dat soms kunnen wijzen op kanker. En bijvoorbeeld vermagering. Als mensen afvallen zonder dat ze het willen, zonder dat ze het proberen, maar echt afvallen zonder duidelijke reden, is één van de mogelijke oorzaken kanker. Er zijn natuurlijk nog andere dingen die daartoe kunnen leiden. Ook als je ergens een gezwel ontwikkelt, wat niet zelf weggaat binnen een paar weken. Zeg maar, je hebt een knobbel in je hals die groter en groter wordt. En het gaat niet weg binnen een paar weken, dan moet je denken dat het zou kanker kunnen zijn. Natuurlijk zijn er ook goedaardige aandoeningen die knobbels kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld als je een lymfeklierontsteking hebt, je hebt een keelontsteking, er komt een lymfeklier daar. Maar dat soort ontstekingen gaan weer weg en dan gaat die zwelling ook weer terug. Dus any zwelling die ontstaat, die je zelf merkt, die niet zelf teruggaat binnen enkele weken en meestal niet pijnlijk is. En de meeste kankergezwellen, die geven geen pijn, althans niet in de beginfase. Pijn is vaak een laat symptoom bij kanker. Andere alarmsymptomen, zo noemen ze, omdat ze wel vaker op kanker kunnen wijzen, is abnormale bloedingen. Bijvoorbeeld als je hoest en je geeft bloed op. Dat is niet normaal. Dat kan een teken zijn van longkanker. Als je bloed overgeeft, dat kan ook een teken zijn van slokdarm of maagkanker. Als je bloed in de ontlasting hebt, dat kan wijzen op darmkanker bijvoorbeeld, of endeldarmkanker. Als vrouwen die niet meer menstrueren, plotseling wel vaginaal bloedverlies krijgen, terwijl ze al een aantal jaren niet meer menstrueren, dat kan wijzen op kanker van bijvoorbeeld de baarmoederhals of de baarmoeder, etc. Dus abnormaal bloedverlies, dat is altijd iets wat serieus genomen moet worden. Dus concreet, de diagnose wordt gesteld door een stukje weefsel te nemen. Als we ontdekken dat iemand een gezwel heeft ergens, dan nemen we daar een stukje weefsel van. Dat noemen we een biopsie. Een biopsie kan gebeuren door de chirurg. Bijvoorbeeld de chirurg opereert en haalt of het hele gezwel eruit, of als dat niet kan, een stuk van het gezwel, om dat te sturen voor onderzoek. Soms worden biopsies ook genomen door de radioloog. Bijvoorbeeld als we in iemands buik of in de hals of wat een gezwel vinden, dan wordt er met een naald ingeprikt. En met dat naaldje nemen we een stukje van het weefsel. Dat wordt naar de patholoog-anatoom gestuurd en die zal onder de microscoop kijken. Nou, hoe zien die cellen eruit? Zijn ze rustig? Zien ze er normaal uit, georganiseerd? Of zijn die cellen onrustig en wild? Want dat is dan een teken wat wijst op kanker. En dan kan de patholoog-anatoom nog heel speciale testen doen op dat weefsel om precies te zeggen als het kanker is, wat voor kanker het is, enzovoort. Dus concreet is wat nodig is, is een biopt. Maar voordat je daar komt dat je een biopt neemt van iemand, heb je natuurlijk een afwijking gezien. Bijvoorbeeld, je maakt een foto, een röntgenfoto, en je ziet ergens een knobbel, een gezwel. Of je maakt een echo of een scan en je ziet ook een gezwel. Dus je ziet eerst bij een of ander onderzoek wat je hebt gedaan, en dat kan gewoon lichamelijk onderzoek zijn. Je onderzoekt, je kijkt, je voelt bijvoorbeeld bij een vrouw in de borst een knobbel, en dan ga je daarvan een biopsie nemen. Dus alleen het vaststellen van er is een knobbel, dat is dat gezwel, daarmee heb je nog niet gezegd dat het kanker is. Want er zijn zoveel goedaardige knobbels, goedaardige gezwellen, dat is geen kanker. Dus als er een knobbel ontdekt wordt waarvan we denken dat het zou kanker kunnen zijn, dan is om een zekere diagnose te stellen, is het nodig dat we een biopsie nemen. En wanneer we eenmaal de diagnose hebben, dus we weten, ja, het is kanker, is de volgende heel belangrijke vraag die we moeten beantwoorden is, hoe uitgebreid is het? Is het alleen op dat plekje? Is het al in de omgeving doorgegroeid? Zijn er kliertjes in de buurt al aangetast? Of is het zelfs verder naar andere organen al uitgezaaid? Dat noemen we het stadiëren van kanker. Zo, dat is de uitbreiding, de omvang van die ziekte vastleggen. Daarvoor heb je vaak andere beeldvormende onderzoekingen nodig. Vaak CT-scans. En wanneer we dat weten, dus we weten het is kanker van
zo'n orgaan, bijvoorbeeld de borst, laten we dat maar als voorbeeld gebruiken. En we hebben een echo gemaakt van de oksel, we hebben een scan gemaakt, enzovoort, enzovoort. En we weten, er zijn geen, we hebben niks gezien in de longen, niet in de lever, enzovoort. Dus het is niet uitgezaaid, of het is alleen maar in kliertjes in de oksel uitgezaaid. Dan weten we, wat kunnen we voor deze persoon doen? U vraagt of er soms laat wordt verwezen. Het gebeurt wel eens, ja. Ik heb het wel meegemaakt, dat soms mensen, als je dan achteraf van ze hoort van, ik had al een jaar lang klachten van zo, 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 en ik werd niet verwezen. Dat soort verhalen heb ik inderdaad wel gehoord. Dus verkeerd gaan of te lang duren voordat er een diagnose gesteld wordt, dat kan aan zoveel zaken liggen. Dat is inderdaad soms een late verwijzing. Nalatigheid van patiënten, dat is ook iets wat ik heel vaak zie. Dat mensen al lang weten, ik heb al lang, ze zeggen, ik heb al 3 jaar een knobbel in mijn borst, maar het deed me geen pijn, dus ik dacht, het is niks, het is niets ernstigs, dus ik doe er niks aan. Terwijl, dat was al die tijd kanker. Dus dat zijn ook dingen die we vaak zien, dus nalatigheid bij patiënten zelf. Prostaatkanker komt veel voor, maar prostaatkanker is iets van mannen. En vooral bij 50-plussers en 60-plussers, hoe ouder, hoe groter de kans. Longkanker komt veel voor in Suriname, net als in de rest van de wereld. Bij mannen en vrouwen, vooral bij rokers, maar niet alleen bij rokers. Ook bij second-hand smokers, dus als, ook al denk je, ik heb nooit gerookt, maar je partner rookt wel. Of je werknemers in de ruimte waar je werkt roken wel, dus word jij blootgesteld aan rook. En dat kan ook natuurlijk leiden tot kanker. Longkanker in dit geval, dus prostaatkanker, longkanker, borstkanker. Dat is bijna altijd bij vrouwen, komt veel voor. Een andere kanker die we heel veel zien in Suriname bij vrouwen, dat is baarmoederhalskanker. Dat is door een virus veroorzaakt, bijna altijd. En als vijfde dan zou ik zeggen dikke darmkanker. Dat zijn de 5 kankers die we volgens mij het meeste zien in Suriname. Als je dat echt goed wil doen, dus behandeling van kankerpatiënten, dan is eigenlijk een soort, wat je zou kunnen noemen, een 360 graden benadering nodig van iemand met kanker. En zeg maar, ik als medisch oncoloog kijk naar het probleem van die persoon heeft kanker vanuit een bepaalde hoek. Maar het gaat om een persoon met zoveel facetten. En daar, je hebt eigenlijk van alle kanten, dus moet de persoon eigenlijk omringd worden door alle hulp die nodig is. Want kanker is een heel ingrijpende diagnose. Dus vaak als je iemand zegt, ja, we hebben kanker bij u gevonden, dan stort als het ware hun wereld in elkaar. Want kanker heeft zo'n, het brengt echt een gevoel bij veel mensen teweeg, oh, mijn leven is voorbij. Dat soort gevoelens krijgen mensen erbij. Dus het is wel heel zwaarwichtig om dat aan te horen. Dus het is niet alleen maar een lichamelijk probleem wat zo iemand heeft, maar ook een psychologisch trauma om alleen dat aan te horen en die gevolgen, dingen die zich in je hoofd gaan afspelen, van oh, wat gaat er nou gebeuren met mijn leven, mijn kinderen en noem maar op. Het is heel complex wat er allemaal gebeurt in zo'n persoon. En wij hebben dan vaak als dokter aandacht voor een bepaald deel daarvan, van ik wil proberen je kanker weg te halen en je te genezen, maar er zijn allerlei andere facetten eromheen die ook mee moeten tellen. Dus zeg maar, als je het dan bekijkt vanuit de dokters, dan is het, zeg maar, als we het hebben over iets wat veel voorkomt als borstkanker, dan heb je nodig een chirurg, die gaat die kanker weghalen. Dan heb je vaak een medisch oncoloog, als mijzelf, nodig, om te kijken, moet je chemotherapie krijgen? Zo ja, wanneer? Moet je het voor de operatie of na de operatie krijgen, of beide? Moet je hormoonbehandeling krijgen? Zo ja, wanneer? Je hebt vaak een radiotherapeut nodig, dat is de dokter die bestraling geeft. En al deze zaken moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Het is niet zo dat je behandeling A krijg je dan en daarna een paar maanden die enzovoort. Het moet allemaal netjes in elkaar. Dus dat overleg onderling tussen specialisten en doktoren die een kankerpatiënt behandelen is heel belangrijk. Dingen vlot te laten aansluiten, want daarmee maak je iemands genezingskansen veel beter. Maar dan heb je ook nog dat aspect van psychologische ondersteuning, sociaal-maatschappelijke, psychosociale ondersteuning en aandacht voor mensen hun algemeen welzijn. En daarbij is voeding, activiteit enzovoort, al deze complementaire behandelingen
En daarmee bedoel ik dan zaken die de bijwerkingen van alles wat wij doen ook gaan verlichten. Want veel dingen die wij doen, als opereren en chemotherapie geven enzovoort, die erop gericht zijn die kanker weg te halen en helemaal te vernietigen, die zaken zijn zwaar voor het lichaam om te verdragen. En dus kan je niet alleen kijken naar de kanker, je moet naar de hele persoon kijken. Kan iemand dat aan? Kan iemands lichaam dat aan? Zijn er andere zaken die nodig zijn om de persoon lichamelijk, maar ook psychologisch te ondersteunen? Want de attitude van iemand draagt veel bij aan hoe iemands behandeling zal verlopen. Sommige mensen kan je niet genezen, soms weet je dat vooraf al. Want je bent ontdekken als iemand die ziekte is uitgezaaid. En wanneer je eenmaal weet dat je iemand niet kan genezen, kan je soms beslissen om, dat noemen we een palliatieve setting, palliatieve behandelingen. Maar binnen een palliatieve behandeling kan je soms nog proberen de kanker te behandelen en die kanker zo lang als je kan te blijven remmen. Of zo klein mogelijk te houden, want als dat je lukt, dan leeft die persoon met veel minder klachten en leeft die persoon ook langer. In andere gevallen, en dat gebeurt vaak wanneer we zien dat die kanker niet meer reageert op behandelingen, of we weten van tevoren af dat de kans dat het zal reageren heel klein is, of we weten van tevoren dat iemand die behandelingen niet gaat kunnen verdragen, want die persoon is te zwak. Dan richt die behandeling zich niet meer op de kanker, maar op de klachten van de persoon. En dan proberen we de symptomen, de klachten van iemand zoveel als mogelijk te verlichten. Ongeveer 1/3 van alle kanker, dat is te voorkomen, want dat heeft te maken met hoe we leven. Wat eten we, wat drinken we, doen we dingen die slecht zijn voor onszelf, zoals roken, enzovoort, enzovoort. Er zijn allerlei zaken die we doen, waarmee we zelf eigenlijk maken dat de kans dat we kanker krijgen groter wordt. En dat is totaal ongeveer 1/3 van alle kankers wat te voorkomen is, gewoon door bewuster te leven, te letten op hoe je leeft, wat je eet, wat je drinkt. Dus een gezonde leefstijl, daar komt het op neer. Genoeg bewegen, letten op je lichaamsgewicht, de juiste gewoontes hebben enzovoort. Al deze dingen kunnen al veel bijdragen om de kans dat je kanker krijgt veel lager te maken. En een ander ding is dat je let op jezelf. Meer let goed op jezelf. Let op je lichaam. Luister naar je lichaam. Want je lichaam geeft je vaak clues. Er zijn tekentjes. Maar mensen zijn te druk bezig met andere delen van hun leven. En weet je, die denken van, oh nee, ik heb wel wat gevoeld. Het doet me geen pijn als ik laat het. Het zal wel weggaan. Dat soort, zo'n soort attitude. Dat zie ik heel vaak, echt heel vaak, en dat vind ik heel jammer. Want er zijn zoveel meer mensen die we zouden kunnen genezen als ze gewoon eerder iets hadden gedaan aan dat kleine dingetje waarvan ze dachten, oh, dat is niet serieus. Chirurgie, radiotherapie en chemotherapie zijn de belangrijkste soorten behandelingen bij kanker. Het Radiotherapeutisch Centrum Suriname, RTCS, is een van de pronkstukken van ons land. Medisch hoofd Harry Basdeel, radiotherapeut-oncoloog, geeft samen met zijn team antwoord op vragen over radiotherapie. Radiotherapie is dus hetzelfde als bestraling. Wat wij hier doen is bestralen van kankerpatiënten. Wij kunnen natuurlijk ook, behalve kankerpatiënten, ook patiënten bestralen met bepaalde goedaardige tumoren. Wat wij dus eigenlijk doen is patiënten met kanker ontvangen en het behandelplan met ze bespreken. Dat houdt dus in van hoeveel bestralingen ze moeten krijgen, dus hoeveel dagen moeten ze naar ons te komen. Het doel van bestraling kan zijn dus dat het palliatief is, dus dat je de klachten gaat verlichten. Maar het kan dus ook zijn dat je patiënten gaat genezen en dat wil zeggen dus curatief. Soms is het zo dat we dus de bestraling combineren met andere behandelingen, bijvoorbeeld chemotherapie. Soms is het ook zo dus dat bestraling vooraf wordt gegeven, dus voordat een patiënt geopereerd moet worden. En je kan soms ook hebben dat patiënten eerst geopereerd worden, daarna chemotherapie krijgen en dan pas de bestraling.
Bestraling zorgt ervoor dus dat kankercellen doodgaan. En het zorgt er ook voor dus dat de celdeling dus geremd wordt. Wanneer je iemand bestraalt, dan houdt dat in dus dat die kankercellen doodgaan, maar op zich gaan dus ook gezonde cellen dood. Kankercellen die gedragen zich anders dan gezonde cellen. En dat maakt dus dat gezonde cellen zich beter kunnen overleven eigenlijk na de behandeling. Dat is eigenlijk ook de reden waarom we dus de bestraling niet in één keer geven, maar dat we dus de bestraling in een aantal dagen doseren, zodat de patiënt dus voldoende tijd heeft dat de gezonde cellen zich kunnen herstellen. Voor de behandeling van kanker zijn dus de drie grootste pijlers, namelijk wat je opnoemt chirurgie, operatie, chemotherapie en radiotherapie. Zoals ik eerder aanhaalde, je kan dus kanker behandelen door bijvoorbeeld alleen operatie. Je kan soms behandelen alleen door chemotherapie. En kanker kan je ook soms behandelen door alleen bestraling te geven. En in heel wat gevallen worden dus de behandelingen gecombineerd. Om je een voorbeeld te geven, borstkanker. Daar is het meestal zo dat een patiënt eerst geopereerd wordt. Daarna kan dus chemotherapie gegeven worden en bestraling. Of soms is het andersom dat je dus na de operatie eerst bestraalt en daarna chemotherapie. Het is eigenlijk zo dat wanneer iemand klachten heeft, dat die persoon eerst naar de huisarts gaat. De huisarts die doet basaal diagnostiek en die stuurt, zodra hij verdenkt van dat er sprake is van een of andere vorm van kanker, dan stuurt de huisarts dus door naar een specialist. De specialist die doet verder diagnostiek en hij meldt zo een patiënt aan voor het multidisciplinair overleg oncologie. Bij het multidisciplinair overleg participeren dus meerdere specialisten, waaronder dus wij radiotherapeuten, de medisch oncoloog, een chirurg, de radioloog, gynaecoloog en ook de patholoog. Wij buigen over alle gevallen die aangemeld worden bij ons en dan geven wij een advies. Het advies wordt dus dan weer doorgestuurd naar de desbetreffende specialist die het advies dus gaat bespreken met de patiënt. Als de patiënt zo behandeld wil worden, dan wordt het uitgevoerd. Stel dat er een indicatie is voor radiotherapie, dan wordt de patiënt weer verwezen naar ons, dus naar het radiotherapeutisch centrum Suriname. Wanneer de patiënt zich aanmeldt bij ons, dan maken wij een polyklinische afspraak voor de patiënt en dan ontvangen wij de patiënt op een bepaalde dag waarbij we dus het radiotherapeutisch behandelplan met de patiënt bespreken. Een behandeling kan of soms best wel lang duren. Sommige patiënten die moeten soms tot bijna 40 keer moeten komen, 35 keer, sommige 25 keer. En daarbij is het van groot belang dat de patiënten ook elke dag voor hun bestraling komen volgens de schema die ze hebben gekregen. De behandelingen zijn eigenlijk daarop gepland. Een patiënt die moet dus echt elke dag komen. Als een patiënt een bestraling zou missen, dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de effectiviteit van zo'n behandeling. Zo'n tumorgezwel zou bijvoorbeeld in de periode dat een bestraling gemist is, bijvoorbeeld langzaam weer kunnen gaan groeien. En dan heb je de kans dat als dat regelmatig gaat gebeuren, de behandeling niet meer succesvol is zoals het zou moeten zijn. In principe kunnen alle patiënten in Suriname bestraald worden. Wij zijn vanaf 2012 operationeel, waarbij we zowel curatieve als palliatieve patiënten kunnen bestralen. Voorheen was het zo dus dat inderdaad voor 2012 dat een deel van de patiënten die dus indicatie hadden voor radiotherapie naar het buitenland werden gestuurd, dus Colombia. Mensen die dus zelf konden betalen, die gingen naar Nederland of Amerika of Brazilië.
Vanaf 2012 hebben we gezien dus dat wij eigenlijk alle patiënten die de indicatie hebben om bestraald te worden, dat hier kunnen doen. De uitdaging bij bestraling heeft meer te maken met de plek waar zo'n tumor zit. Als een tumor bijvoorbeeld op je arm zit, daar zijn eigenlijk alleen maar spieren. En die spieren die kunnen best wel een hoge bestralingsdosis hebben. Ja, dus daar is het niet zo moeilijk als een patiënt daar moet bestraald. Als een patiënt bestraald wordt in bijvoorbeeld het hoofd-halsgebied en dan nog meer in de hersenen, dan wordt het een stuk moeilijker, omdat er daar zoveel vitale en belangrijke organen zijn die je niet wil bestralen. Dan moet je dus echt secuur gaan werken. Je moet alle organen die in gevaar zijn, moet je ook in beeld brengen. En dan moet je je bestraling zodanig gaan richten dat je alleen de tumor bestraalt en zo weinig mogelijk die gezonde organen die daaromheen liggen. De uitwendige bestraling kennen we en de inwendige bestraling. Ik zal het eerst hebben over de uitwendige bestraling. Daarbij worden de tumoren van buitenaf bestraald met een bestralingsapparaat die men dus lineaire versneller noemt. En tijdens zo'n behandeling komt dus de patiënt dus naar hier. We stellen dus de patiënt in. Als dus de patiënt goed ligt, verlaten we dus de plek waar dus de bestraling plaatsvindt. Gaan we dus naar een bedieningsruimte van waaruit dus wij dat apparaat besturen. Tijdens zo'n behandeling is het de bedoeling dus dat de patiënt rustig ligt op tafel. De patiënt voelt helemaal niets. Het enige wat de patiënt hoort is dus wat geluidjes van het apparaat. Tijdens de bestraling kan dus het apparaat niet kan, gaat het bestralingsapparaat om de patiënt heen draaien. En als de behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuutjes met de instelling en de bestraling. Inwendige behandeling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Brachy staat voor korte afstand, dus van dichtbij. En therapie is behandeling, dus het is een behandeling op korte afstand. Wat we doen is we gaan met zo'n een buis. Ja, die wordt verbonden aan een flexitron. Dat is het apparaat waarin de eigenlijk radioactieve bron zit. En uiteinde van zo'n buis wordt verbonden aan een applicator en de andere kant aan het apparaat. Ja, inwendige behandeling geschiet bij gynaecologische patiënten, dus alleen bij vrouwen die een tumor hebben bij de vrouwelijke geslachtsorganen. Dan komen ze, gaan ze één dag van tevoren worden ze opgenomen, gaan ze naar de OK, wordt zo'n applicator via de vagina gezet tot de baarmoeder of de baarmoederhals. En dan komen ze naar hier bij het radiotherapeutisch centrum om bestraald te worden. Dat gebeurt ook in deze ruimte. En de applicatoren steken uit en zoals ik had zei, door middel van zo'n buis wordt het dan behandeld. Ja? Radioactieve bron gaat via zo'n buis helemaal in de patiënt, dicht bij de tumor en daar wordt dan de tumor bestraald. Tijdens de bestralingen is het belangrijk om goed te eten en natuurlijk ook voldoende te drinken. Het lichaam heeft tijdens die periode veel eiwitten en energie nodig. Dus die stoffen zitten eigenlijk in dingen die we al bijna dagelijks gebruiken. In melkproducten, in peesiesoorten, vis, in ei en in fruit. Daarnaast zijn er dan ook nog energie- en eiwitrijke dranken die als aanvulling gedronken kunnen worden tijdens de, dus als aanvulling op de voeding. En in sommige gevallen wordt het echt als complete voeding gedronken of gegeten. Wereldkankerdag is dus een dag uitgeroepen door de World Health Organization als een dag waarbij we dus stilstaan met betrekking tot de impact van kanker op de mensen. We moeten dus niet alleen denken aan de mensen met kanker, maar we moeten dus ook denken aan de mensen die dus betrokken zijn bij dus de behandeling, de begeleiding van
patiënten met kanker. Belangrijkste boodschap in verband met Wereldkankerdag met betrekking tot het gedeelte van de radiotherapie is dat we nog steeds willen aangeven dat als patiënten klachten hebben die kunnen wijzen op kanker, dat patiënten niet te lang moeten wachten voordat ze naar de behandelend arts of huisarts naartoe gaan. Hoe langer je wacht, hoe groter zo'n gezwel, hoe moeilijker en lastiger het is om te behandelen. Mijn boodschap aan, in verband met Wereldkankerdag is dat mensen eigenlijk als ze aanhoudende gezondheidsklachten hebben, dat ze naar de huisartsen moeten gaan en vragen voor onderzoek. Want pas als je alles hebt uitgezocht, weet je wat jou mankeert en wat voor problemen je hebt aan gezondheid, waardoor je dus een geschikte behandeling kan krijgen. En het kan best dus dat je kanker hebt. Dus dan kan je dus in aanmerking komen voor radiotherapie. Mijn boodschap is dus om, ja, om elk persoon eigenlijk te vragen zo goed mogelijk te letten op voeding, drank. En bij elke symptoom dat jij weet van hey, dit is niet normaal voor mijn lichaam, gelijk naar de huisarts gaan en dan verder laten onderzoeken en eventueel verwijzingen vragen. Er is een algemene regel dat geldt hoe eerder je aanmeldt voor behandeling, hoe beter je kan behandeld worden, dus hoe beter jouw prognose is. Daarnaast is het ook van belang dat men gezond of gezonder gaat leven. Alcoholgebruik, rookgedrag, we weten allemaal wat gezond is en wat niet gezond is, dat men het best doet om zo gezond mogelijk te leven, om ja, de kans op ziektes te verminderen. Lucas Banquet is een vierjarig kind, zeer energiek en vriendelijk van aard. In het jaar 2017 werd hij gediagnosticeerd met neuroblastoom. Een neuroblastoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat in het sympathische zenuwstelsel. Neuroblastomen kunnen overal in het zenuwstelsel ontstaan. Buik, borstholte, hals of het bekken. Maar ze hebben een voorkeur voor de bijnieren. Lucas was amper 14 maanden jong toen de tumor bij hem werd ontdekt. Hij heeft vanaf toen strijd moeten leveren tegen de ziekte. Vader Lucien Banquet deelt zijn ervaringen met ons. Lucas is geboren net als elk ander kind, gewoon normaal. Je zag nooit iets aan hem. Hij speelde gewoon enzovoorts, hij groeide op. Flinke jongen, bij zijn zevende man begon hij al met lopen. Dus hij is een sterke jongen, altijd geweest. Maar het begon een dagje, toen hij 14 maanden was, begon het, dat hij zat te drukken bij het poepen. En dan, weet je, als ouder, dan masseer je het kinds buikje. En toen voelde ik een knobbel aan zijn onderbuik. Dus toen zei ik aan zijn moeder van, kijk, er is een knobbel hier zo. Toen zei ze van, ja, mijn zusje had hem gisteren gebaat en toen voelde ze die knobbel ook. Oké, dus, maar toen is het weggegaan. En na een week ongeveer, toen sliep hij. Want Lucas is iemand, heeft het altijd warm. Dus sinds kleins af, dan haalde hij zijn truitje weg. Ook in de airco. Dus hij sliep zonder truitje en toen zag je echt een knobbel aan zijn onderbuik. Dus toen hebben we gezegd van, dit is niet normaal. En zijn moeder zei van, morgen gaan we hem al naar de dokter brengen. Die heeft direct gezegd van, dit ding ziet er niet normaal uit. Laten hem brengen om een echo te maken. Hij gebracht om een echo te maken. Maar de echo,
ja, ze konden de echo niet goed aflezen. Dus toen is hij direct verwezen naar een kinderarts. En de kinderarts die heeft gezegd van ja, spoed moet hij een MRI gaan maken. We zijn naar Havait en Hofwijk gegaan. MRI daar gemaakt en ongeveer na een week, toen heeft ze ons laten roepen. We zijn gegaan, hebben gezeten daar zo in de wachtkamer. En daar begon je al te voelen van iets is niet goed. Want ik ben gekomen voor andere mensen en andere mensen gingen al voor mij naar binnen. Oké, ik dacht van nou ja. Dus toen uiteindelijk iedereen is gegaan en ik als laatst naar binnen ging, samen met mevrouw en Lucas, toen vertelde ze aan ons van Lucas heeft kanker, hij heeft neuroblastoom. En neuroblastoom is een tumorvormige kanker die, ja, in het geval bij Lucas in zijn onderbuik voorkomt. Dat moment dan, je zit daar, die vrouw begon te huilen, zijn moeder begon te huilen. Ik begon later ook te huilen. En het enigste ding dat je eigenlijk op dat moment wil weten is, kan mijn kind gered worden. Dus in zulke gevallen, toch, eerste vraag die opkomt bij de ouders is, kan mijn kind gered worden? Kan hij hulp krijgen? Dus die vragen begonnen direct af te vuren op de dochter. En die zei van, wat hij hier heeft kunnen we niet in Suriname behandelen. Hiervoor moet hij naar Colombia gaan. En toen zei ik aan die moeder van, luister nou, we hebben geen tijd om verdrietig te zijn. Nu moeten we beginnen te werken. Eraan werken dat die jongen zijn leven gered kan worden. En ik zei er ook van, hoe meer je verdrietig bent, hoe meer de duivel feest viert. En die ruimte moeten we hem niet geven. Dus vanaf de volgende dag begonnen we keihard te werken, te checken waar we naartoe moeten gaan enzovoorts. Ja. En natuurlijk veel bidden ook over het proces naar Colombia. Is heel snel gegaan. Weet je, we waren in Suriname. Er is toen een bericht gepost op Facebook. Weliswaar eerste instantie niet door mij, maar het bericht kwam toen op Facebook. Veel mensen kennen me, dus ze hebben mij gevraagd van, hey, is dit werkelijk je zoon? Dus de volgende dag toen heb ik het bevestigd, ja, het is mijn zoon. En toen van alle kanten uit een, hebben mensen hulp aangeboden in de vorm van donaties. Andere mensen hebben hulp aangeboden in de vorm van bidden voor hem. Anderen hebben beterschapwensjes enzovoorts. Binnen 2 weken was alles rond dat ik ging weg met Lucas op mijn verjaardag. Dus voor mij was dat zelf een verjaardagscadeau. De behandelingen in Colombia zijn altijd goed gegaan. Daar zo bereiden de dokters je erop voor wat er gaat gebeuren. Je mag 1000 vragen stellen. En na je 1000ste vraag, dan vragen ze je nog, heb je nog meer vragen? Dus ze zijn altijd bereid om je alles uit te leggen tot in de details. Nou, wanneer je alle informatie al hebt, dan ga je erop voorbereiden. Natuurlijk je kind er ook op voorbereiden, want dat is ook belangrijk wanneer je met de patiënt zelf praat. Van zo gaat er gebeuren. Al is het een kind, toch vind ik dat je kind moet uitleggen wat er gaat gebeuren. Lucas heeft nooit bijwerkingen gehad. Hij was altijd flink na alle chemosessies van hem, alle scans van hem. Nooit problemen gehad, altijd rondgehuppeld, alsof er niets
aan de hand was. Dat doktoren daar ons zelf hebben gevraagd, wat geef je die jongen om te eten? Want hij is super flink. Dat was zijn eerste operatie. Toen begon hij met chemo. Lucas heeft gedaan 2 cyclussen chemo. En 1 cyclus is opgebouwd uit, je kan zeggen, 4 keren gaan naar het hospitaal. En bij elke keer dat je gaat, ben je 5 dagen daar, heb je 5 dagen chemo. Toch? Hij heeft dan in totaal 40 pakken chemo, heeft hij dan genomen. Hij heeft 2 grote operaties gedaan. De eerste die ik zei, 11 december, heeft 10,5 uur geduurd. De tweede heeft 6 uren geduurd. We zijn daarna, hebben we nog 16 sessies radiotherapie gedaan. En dit alles heeft geduurd 10 maanden. Precies 10 maanden. Precies na 10 maanden vertrokken we weer naar Suriname. Elke maand, elke 2 maanden gaat hij hier naar zijn behandelende arts voor controle. Hij doet dan labcontrole, bloedchecken, urinechecken en dan lijfelijk aanwezig zijn bij zijn behandelende arts. Daarnaast gaat hij om de 3 tot 4 maanden gaat hij om zijn MRI-scan te maken. Maar dat is tot zover controles die uitgevoerd kunnen worden in Suriname. Want Suriname heeft de MRI-scan en de CT-scan, maar de PET-scan hebben we niet in Suriname. En daarvoor moet hij naar Colombia. Kanker is een heel complex ding. Mijn boodschap aan begeleiders, want het zijn de begeleiders, meestal zijn het kinderen die naar Colombia gaan, is niet omdat jij of je patiënt dezelfde naam kanker heeft, dat je moet gaan vergelijken met de andere. Want dan, het gaat ook mentaal op jou werken. Je gaat zeggen, maar die ene patiënt heeft hetzelfde als die van mij en hij is binnen 3 dagen klaar met zijn behandeling. En dan, ik ben al 2 weken hier zo. En ik ben... Die patiënt, zijn lichaam is anders. Die regenereert sneller dan die van jou. Toch? Dus focus in feite op jezelf wanneer je daar bent. Wanneer je bezig bent met je behandeling. Spreek jezelf moed aan. Spreek de patiënt moed aan wanneer die bezig is met zijn behandeling. Ga niet vergelijken. Bepaalde dingen kan je wel vergelijken, maar niet alles moet je gaan vergelijken. Want het gaat je mentaal kapot maken. Terwijl, wanneer je bezig bent hiermee, je moet jezelf mentaal sterk maken.